Patty, ik ga met de deur in huis vallen. Jouw broer noemt jou een alien. Een alien? Alleen merci. Ja. Het was een goede wedstrijd. Hè? Ja, het was een heel goede wedstrijd van ons team. Ik ben echt heel trots op ons team. Ja. 13-13, de rust in. Zijn er dan twijfels? God, twijfels? Nee, eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk wel een spannende match en elke match moet gespeeld worden. Hè. Dus we moeten blijven vechten tot het einde en dat weten we altijd. We hebben onze kans gemist op een gegeven moment om de kloof groter te maken, waardoor ze terug bijkwamen. En dat is jammer dat we dat met de rust gelijkstand hebben. Maar ik denk dat we in een tweede time er terug zijn ingevlogen, terug van nul zijn begonnen en laten zien hebben dat we de betere partij zijn. Het was bij momenten een harde wedstrijd, getuige in jouw hoofd. Ja, ik vond het toch wel fysiek een harde wedstrijd. Ik denk dat ze dat ook wel van ons verwachten, dat wij een beetje fysiek aan de bak komen. Maar dat is absoluut niet de bedoeling. Wij willen korfballend winnen en we willen gewoon ons spel spelen. Maar ik vond dat ze de Chinezen toch wel heel hard in duel gingen. En ik vond dat het vooral langs onze kant afgestraft werd, op begin dan. Maar we hebben ons herpakt en we hebben het hersteld en we hebben het op een andere manier aangepakt. En ik denk dat we dat goed gedaan hebben als team. Korfbal kan mooi zijn, een team waar de grinta in zit en dan dergelijk publiek. Ja, dat is leuk dat het een volle zaal is die volledig achter ons staat, want dat is ook niet altijd het geval. Want als we in Nederland spelen, is dat natuurlijk een Nederland gekleurde zaal. Nee, maar het was waanzinnig leuk. Ik ben de vraag eigenlijk al vergeten.